Goedemiddag en welkom bij InfoPlaza TV. Een groot deel van Noordwest-Europa is bewolkt, dat laat de satellietfoto overduidelijk zien. En die bewolking die is behoorlijk hardnekkig. Vanavond dus nog steeds veel bewolking, maar uit de wolken valt nauwelijks of geen neerslag. Het is een droge avond met temperaturen die rond of iets boven het vriespunt liggen. In de nachtelijke uren gaat het kwik langzaam naar beneden en komt het kwik op veel plaatsen net iets onder nul. Maar het blijft droog en de bewolking blijft overheersen. De wind komt uit het oosten en die waait zwak tot matig. Morgen overdag neemt de oostenwind iets in kracht toe. De temperatuur loopt op naar 2 graden in Groningen en naar 6 à 7 graden in het zuiden. Maar de wind maakt het voor het gevoel koud. In de avond kan het in het zuidwesten en westen licht gaan regenen. En zondag overdag breidt die neerslag zich over de hele zuidelijke helft uit. In het noordwesten en midden kan er misschien wat natte sneeuw vallen. Maandag en dinsdag ook een enkele winterse bui. En de temperaturen blijven 3 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.